Hallo kijkers van UltraGames93 en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van GTA 3. Ik ben Daniel en we gaan verder met GTA 3. Ik ben net even een body armor gaan halen en het leventje zodat we er helemaal weer bovenop zijn. Want de vorige keer was het echt een rampage van alle een en ander. En je moet nagaan dat we het nog een keer moeten doen. Ja, het klopt. We moeten het nog een keer doen. Om een tank te krijgen. Maar dat doen we wel een andere keer. Wat ik vandaag van plan ben allereerst is geen missies. Maar even de hijskrank missie compleet te maken. En deze FBI car daar naartoe te brengen. En dan voorzichtig zodat hij niet gaat botsen. Want dit heeft mijn werkstad gekost. Als jullie het de vorige keer hebben gezien. De vorige aflevering. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel? Werk zat gekost. Hallo, hé. Bijna 10 minuten met de politie gespeeld. Nou ja, en straks. Ik weet niet wanneer, maar dan moeten we 6 sterren halen. Dat wordt nog moeilijker. Oh, ik heb al medelijden met mezelf. Om na te denken wat ik dan allemaal niet moet doen. Oh, ik word helemaal gek daarvan. We hebben net even heel veel. We hebben in de vorige aflevering heel veel bij de politie gespeeld. En dan word ik hier. En dan moeten we nog een keer bij de politie gaan spelen. Ik word er helemaal zat van. Nou ja, hoppa. We hebben in ieder geval de FBI-car. Daar rij ik nu in. Voor de mensen die vragen waar rij je in. FBI-car. Vorige aflevering. 5 sterren politie. Dan deze auto stelen. Lastig zat. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Ik hoef hem niet meer. We hebben hem. Ik ben er blij mee. Of we hem hebben. Zo. Oei. Ga maar op het dek. Dat zo snel mogelijk daar vanaf zijn. Zet maar neer. Zet maar neer. Zet maar neer. Zet maar neer. Zet neer, knap. Het gaat langzaam, joh. Even wachten. Zet hem neer. Yay! 1500 euro. Dan klik ik weer verkeerd. Oh, waarom klik ik toch verkeerd? Maar ik heb een beetje nagedacht. Na de vorige aflevering. Wat voor autootjes er nog meer? Door dit ding zouden we geaspecteerd kunnen akkoord zijn gegaan. En ik kwam uit op een legervrachtwagentje. En een tank. En ik denk dat ik ook nog op zoek moet gaan naar een brandweerauto en een, hoe heet zo'n ding? Ambulance. Maar die twee zijn makkelijker dan de tank en de legerwagentje. Ik hoop dat het legerwagentje ergens staat. Anders moet ik 6 sterren gaan halen. En daar hou ik niet van. Lalala. Niks gebeurt, hè? Meneer, stap u eens even uit. Ik mag dit lege voertuig vast wel even meenemen. Of was een dronken meer. Zo, dat ging makkelijk. Dat was het. Oké. Zo makkelijk heb ik het trouwens niet verwacht. Maar oké. Ik dacht, we moeten helemaal aan de andere kant van de stad rijden. Op zoek naar zo'n ding. Maar nee. We gaan de brug neer zo, we hebben zo'n ding al. Oké. Het geluk mag ons wel eens meezitten. Zo. Normaal hebben we altijd ongeluk. Heel vaak ongeluk. Het alles verkeerd gaat, maar nu mag het wel eens een keertje goed gaan. Daar ook wel een keertje van, dat het een keer goed gaat. Ja.
Nou ja, ik denk dat ik die Rhino. Ik weet niet of ik deze aflevering die Rhino doe. Huh? Dat is toch een lege voertuigje? Ach, ik klik verkeerd. Oh, wacht even. Nee, er is. Oh, domste fout die je ook ooit kan maken. Dit is een vervoervrachtwagen. Geen lege vrachtwagen. Oké. Okay. Dan moeten we toch op zoek naar die andere. Oké. Okay. Maar dan wil ik wel even een andere auto. Die hier staat. Oh, hoe kan ik zo falen? En ik denk dat we die tank de volgende aflevering gaan ophalen. En dat we vandaag even sowieso het lege vrachtwagentje, de brandweerauto en de ambulance gaan ophalen. Ik denk dat we dat gaan doen. Deze aflevering. En dan gaan we de volgende keer wel het leger overvallen. En dan weet ik ook welk voertuigje ik moet hebben. Ik wil zo'n kogelvrij voertuigje dan hebben. Want als die kogelvrij is, kan die niet kapot gaan door kogels. Dat betekent dat ik dan veilig zit in het autootje. Als die kogelvrij is. Dat vraag ik me ook nog af. Nou, dan gaan we even proberen te zoeken naar een mooie vrachtwagen, naar zo'n vrachtwagentje. Ik weet niet waar die staat. Of jawel, ik weet wel waar die staat. Maar daar kom ik niet zomaar binnen, denk ik. Vinden is makkelijker. Dus even goed om me heen. Ach, die zon ook. Nee, niet de zon op het spel, maar hier in het echt. In real life. Is de zon echt. Hij weer kaatst in mijn scherm, hoor. Hier, hier is het leger. Gebied. Ja, daar is die vrachtwagen. Hoe kom ik hier binnen? Oh ja. Ja, hier. Nee, jou pak ik wel een andere keer bij. Als we daarna gaan zoeken. Dit is dus van het leger. Mooi. En dit is precies de vrachtwagen die ik nodig heb. Zo. Open. Zo. Zo. Piep. Nou ja. We hebben een vrachtwagen. Jammer dat er geen muziekje achter zit. Oh, wacht even. Screw die vrachtwagen. Screw die vrachtwagen nu even. En hallo kogelvrije auto. Ik heb even deze kogelvrije auto nodig. Voor de volgende aflevering. Want het kan ook dat we vandaag alleen maar het lege vrachtwagentje gaan doen. Als we vandaag niet meer tijd hebben. Nou ja. Kijk, deze is echt kogelvrij. Hoe je ook schiet. Schiet maar eens raak, jongens. Er komt geen scherm uit je op. Oh, wacht even. Zou dit wel handig wezen? Deze is ook niet zo uit de bocht te rammen. Dus als je dat vergelijkt, de politie ramt heel graag om iemand te stoppen. Nou, dan kan de politie dat ook minder doen. Kijk, even kijken hoor. Even kijken, is dit wel goed hier? Ja, het is helemaal goed. We gaan even dat lege vrachtwagentje ophalen. Nou hoop ik dat het er nog staat. En anders moeten we helemaal terugrijden. Ja hoor. Helemaal terugrijden. Hoppa. Maar wel mooi dat vrachtwagentje waar ik het over had. Daar ben ik heel blij mee. Oh, hier weer zo'n security car. Twee security car voor elkaar. Daar kom ik nou nooit vaak tegen.
twee keer overal je auto's voor elkaar. Oké. Mooi. Oh ja, dat kan ik natuurlijk niet. Ah, hij staat daar weer. Het leger heeft hem daar geparkeerd. Blijkbaar. Oh, hele grote buis hier. Nou ja, dan gaan we nu even hier naartoe. Zo, hier naar Packax. Negeren we maar even. We hebben even belangrijke dingen te doen. Zo. Volgens mij zit er nu ook een overkapping op. En ik klik weer verkeerd. Oh, ik moet niet steeds verkeerd klikken. Oh. Oh, dat heb ik nou nooit, hè? Bij die Minecraft filmpjes van 10 minuten heb ik nooit dat ik verkeerd klik. En hier, in die aflevering die langer zijn, merk ik gewoon van mezelf dat ik verkeerd klik. Nou ja, in ieder geval, Ja. De voorkant doet het. Ja. Rambo, hey. Ik zeg na, niet, nee. Wat gaan we nu doen? Ik rij hier in een auto, een mooie auto, ja. De zon schijnt in mijn scherm, maar dat is zo vervelend, ja. Maar ik rijd toch lekker door, want het is het leger hier, ik hoor. Want ik rijd in een legerauto. Joepie, horen van je heo, van je heia. Ik rijd nu in deze auto, van je tralalalala. Ik rijd heia. Ik rijd nu in deze auto, van je tralalalala. Van je tralalalala, la 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 la. Van je tralalalala. Van je tralalalala. Van je tralalalala. Van je tralalalala. Zo. Mooi liedje. En we zijn ondertussen weer aangekomen. Pam 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 pam. Zo, is dit wel de goeie? Ja hoor, daar is de goeie. Olé. We are the champions, we are the champions. Olé. We are the champions, we are the champions. Olé. We are the champions, we are the champions. Olé. We are the champions, we are the champions. Ole. We are the champions. Ole. En we hebben €1500, tralala. Vliegtuig. Ik ben helemaal blij. She's on fire. She's on fire. She's on fire. She's burning. She's on fire. Yeah. Oeh. Een vrouw die geen hoer is plat gereden. Oh. Jammer voor die mevrouw. Ja. Ik rij snel even naar mijn 7 en dan stop ik de afleiding. Want we zijn al lang genoeg bezig. Oh! She's on fire. Ja, hey, deze auto moet stoppen. Die wil niet stoppen, dan nemen we die auto ook niet. Yeah. Oh, zwerver! Oh, wauw. Zwerver had geluk. Is dat een stinger? Hey, dat is een cabriolet stinger. Dat is een cabriolet stinger, geweldig. Heel prachtig. Heel fantastisch. Niet laten ontploffen, maar gewoon... Kaboom! Voor degene die net was, hey, geen kaboom. Maar ja, ik pak even deze stuff. Kluk!
En dan zeg ik tegen jullie, doe een duimpje omhoog. Abonneer. Stel deze video in je favorieten. En dan zeg ik, doei!